toekomst ook even naar kijken. Want we zijn nu research nog aan het doen allemaal. Welkom. Welkom. Vanuit de Wagen Amsterdam, topnemers iedere dinsdagavond. We zijn iets later met de research begonnen vandaag. Maar... Ja, mag ik onze gast zo meteen introduceren? Ja, dat mag je eigenlijk. Ja. Nou, dat mag je pas doen, want nadat ik twee dingen heb gezegd. Eén, kijk je naar deze uitzending via YouTube, abonneer ons op ons kanaal. Dat doe je later. Dit is een live uitzending waar wij nu in zitten. En een ander belangrijk ding, je weet eigenlijk heel slecht in ben, is dingen verkopen die ik eigenlijk kwijt zou willen. Hè? Ja, daar ben ik niet zo goed in. Daar ben ik niet zo goed in. Dus, wil je media over innovatie steunen, wil je iedere dag een exclusief handpicked bericht over belangrijke zaken in de digitale wereld, word dan FMT-member voor $10 per maand. Ga naar fastmovingtargets.nl, wellicht ben je daar al. En je ziet de knop members en dan kan je je ding doen. Mag jij nu onze gast introduceren? Ja, we hebben te gast Bob Stumpel. Hartstikke fijn dat je er bent. Ik word morgen lid. Jij wordt morgen lid. Super. Daar houden we je aan. Jij zei 20 seconden voor deze uitzending tegen mij. Je moet even op Xing kijken, want daar staat eigenlijk het beste profiel van mij. En nu ga ik het even voorlezen. Wat Bob Stumpel biedt ter introductie. Ik ben heel benieuwd. Het is 3-4 jaar oud. Crossmedia marketing, database marketing, dialogue marketing, direct marketing, editorial marketing en e-mail marketing. Hebben we maar een half uur in steek al? Ja, moet ik nog even doorgaan? We zijn bij de E. Als jij op een feestje bent, wat zeg je dan? Dat ik... bedrijven help om handiger te opereren in de digitale zone. Dat is eigenlijk de samenvatting van alles wat Roeland net... Dat zijn alle exponenten die daarbij kunnen komen kijken en ook vaak komen kijken. Hey, en hoe doe je dat? Want ik zag dat ook op je LinkedIn-profiel. I help companies grow. Nou, dat klinkt prachtig. Dat wil ieder bedrijf. Dus je zal vast goed met je klanten zitten. Maar hoe doe je dat? Het gaat eigenlijk om marketing in den brede. Alle aspecten van marketing. Daar kunnen wij als bedrijf in meekijken, meedenken en vooral ook mee doen. Want dat maakt ons bedrijf bijzonder. We proberen weg te blijven van één label en dat is consultancy. Dat vinden we zelf namelijk ook een heel verdacht beroep. We zien onszelf meer als... en dat bedrijf is Result, hè? Even voor wie het Result, heeft. Ja. We zien onszelf als doeners, als uitvoerders. Dat we daarbij heel veel ervaring meebrengen. En die ervaring delen maakt ons ook tot raadgevers. Maar we zullen nooit dikke strategierapporten afscheiden. Waar we mee komen na enig delibereren, enige research, enig nadenken, is een activiteitenplan. Een lijst van dingen die gedaan moeten worden om dat succes in de digitale zone te bewerkstelligen en liefst ook een beetje snel. En welk succes ben je het meest trots op en hoe heb je dat voor elkaar gekregen? De mooiste case is nog dat Xing, waar je net uit citeerde. Dat is een soort van LinkedIn, hè? Ja, dat was een beter soort LinkedIn, vond ik. Xing was bij kennismaking een man in Hamburg met een assistente. En die had iets in elkaar gezet dat ik toen al, meteen bij kennismaking, veel beter vond dan LinkedIn. Dat toen ook net actief was geworden. Beter omdat het zich veel meer kon gedragen als een community dan LinkedIn ooit heeft kunnen of willen realiseren. Wat zijn dan de grootste verschillen? Vooral... in het DNA van de ondernemingen, community thinking en doen. Bij LinkedIn hebben ze communities eigenlijk nooit goed begrepen. En dan zeg ik weer steeds CQ willen begrijpen. In Hamburg, bij Xing, dat toen nog OpenBC heette, Open Business Club... begon het allemaal met een business club, BC... in Hamburg, van een aantal gasten die elkaar kenden. De community was de basis, zeg jij. Ja, en die dachten van, nou wat we nu steeds op deze onhandige locatie doen, dat was net zoiets als dit, een oud gebouw. Dat kunnen we ook online gaan doen en dan kunnen we bij elkaars contacten. Ja, toch kent Xing heeft weliswaar 14 miljoen leden, maar er zijn niet veel mensen die het kennen. En LinkedIn is een krankzinnig succes. LinkedIn is een niet te stoppen fenomeen. Gebreken. Hoe komt dat dan? Waar zit dan? Want je zegt van ja, ik vind dat veel mooier. Blijkbaar is de beste oplossing geen garantie voor succes. Ik denk de herkomst en het... dat hebben zij weer beter in hun DNA gedaan, gestopt. Hun inherente internationaliteit. Dus vanaf het begin hebben ze wereldwijd de vleugels uitgeslagen. En hebben ze ook de paar mazzeltjes die ze hadden heel goed uitgenast. Bijvoorbeeld, het was voor hun volstrekt toevallig dat Nederland heel belangrijk bleek voor LinkedIn. Dat was overigens ook in hoge mate mijn schuld. Kan ik uitleggen als je wil. Wil je dat? En vervolgens... Nou ja, we gaan van het ene zijpad het volgende verder een zijpad in. En volgens mij, met Bob kun je op elke onderwerp... Gewoon 27 zijpaden in. En, dus. Ze kwamen er dus, dat bleek uit de getallen immers simpel genoeg, kwamen ze erachter dat ze in Nederland heel groot waren. Vervolgens hebben ze ook hun Europese operatie na een schroombaar begin in Londen, hebben ze die toch maar in Nederland ondergebracht. Ja, jij zegt dat je trots bent op Xing. Wat is dan precies jouw rol geweest in dat platform? Het verzoek aan mij was om te helpen bij internationalisatie. Want daar was deze Duitse zakenman niet zo handig in, had hij geen ervaring in. En ik kon met Result in één keer footholds leveren aan OpenBC, Xing, in alle landen waar we aanwezig waren. En daarin hebben we wat prioriteiten gesteld. En wat vervolgens... heb ik aangestuurd dat het in 7 landen actief werd. Ja. OpenBC. Nou, hoe deden we dat in die tijd? Om nog even terug te komen op wat nou mijn métier is. Dat deden we door in elk land onze beste man of vrouw naar voren te schuiven. Die bracht in zijn of haar netwerk lokaal. En zijn of haar relaties met... de pers, zijn of haar marketing-know-how. En vervolgens zijn we het in al die landen naar beste kunnen en weten. Zijn we die business case uit Hamburg gaan lokaliseren en gaan neerzetten. Overal met enig tot groot succes. Ja. Tegenwoordig is overigens dat deel van onze handel of van onze propositie minder en minder relevant. Omdat daar waar je in 2004 nog wel behoefte had aan lokale vestigingen, je nu echt vanuit Appelscha je internationale bedrijven kunt aansturen. Dus wat is nu je belangrijkste werk? Het is een beetje naar om te zeggen, maar ik heb het er heel leuk mee. Ik ben weer steeds meer terug aan het keren bij marketingcommunicatie. Dat was ooit mijn herkomst. Ik heb 20 jaar reclamebureaus gebouwd en mee geleid. En heb op een gegeven moment de switch gemaakt naar Result. En nu ben ik weer vooral met marketingcommunicatie bezig. Ja, en... Ja, dat klinkt kleiner dan die bedrijven laten groeien. Klinkt als een soort totaaloperatie. Je kijkt naar het hele bedrijf, je helpt ze. En nu pak je weer eigenlijk een deel van de activiteiten van een organisatie. Als het gaat om het hands-on werk, om het executieve, dan is dat zonder meer waar. Het is wel zo dat ik, zeker als ik bedrijven in een jonge fase leer kennen, dat ik vaak betrokken ben bij, zeg maar... klinkt meteen als bullshit, maar zo bedoel ik het natuurlijk niet. Bij het designen van hun marketingstructuur. In den brede, dan bemoei ik me niet zelden met heel veel aspecten van de bedrijfsvoering. Ook in den vreemde. Maar dan vervolgens moeten de dingen uitgevoerd worden. En dan blijk ik het nuttigste in te zetten op marketingcommunicatie. Ja. Hey, je zei net al van, dat klinkt misschien een beetje suf, maar ik ben er toch eigenlijk best wel blij mee met wat ik nu doe. Maar heeft het ook mee te maken dat je... Ik relateer even aan een klein stukje van mezelf. Op een gegeven moment heb ik een boek geschreven, dat heet Handboek Communities. Dat was vroeg in de fase van social media, zou je kunnen zeggen. Toen was ik eigenlijk specialist. Ja. Daarna kwamen er eigenlijk allerlei andere specialisten. Werd ik zelf weer generalist. Geldt dat bij jou ook? Want je was heel vroeg bij alle internetontwikkelingen. En dus wist je eigenlijk overal meer van dan de rest. Heeft dat ermee te maken dat je nu weer bij je core van je kwaliteit beland bent? Zeker is dat een factor. Overigens bestrijd ik dat anderen ook maar in de buurt komen van het soort kennis dat jij en ik hebben ontwikkeld op het gebied van communities. Er is natuurlijk een ontzettende devaluatie aan de gang bij het waarderen van deskundigheid op het gebied van social media. Ja, iedereen is deskundig. Ja, dat is geen beschermde titel. En als je LinkedIn mag geloven, dan is zo'n beetje half Nederland. Social maar het is nog nooit zo erg geweest met een metje. Hoe komt dat? Ja, omdat er denk ik heel veel radeloze ZZP'ers zijn die zichzelf... Is dat het? Dat weten we allemaal. Er zijn, weet ik hoeveel miljoen ZZP'ers inmiddels. En dat worden er in de tempo meer. Als je geen social media guru bent, dan ben je wel coach. Ja. En het zijn veelal hetzelfde soort mensen. Valt mij op. Ja. Aan de andere kant, je schrijft ook zelf op je LinkedIn. En daar doe jij ook een beetje op. Jij zegt mij... Mijn specialiteit is dat ik generalist ben. Dat vond ik wel een interessante manier om jezelf neer te zetten. Ja. Is het ook, want dat zeg ik vaak. Ik zeg vaak, als ik naar de wereld om me heen kijk, dan specialiseert iedereen steeds verder door. De opleidingsniveaus worden hoger. Of het nou in de medische wetenschap is, of in de technologie, of in andere dingen. En waar het grootste tekort is ontstaan de afgelopen jaren, is in mensen die dingen met elkaar in verband kunnen brengen. Ik ben het volledig met je eens. Ja, het is wat brackish, hè? Jezelf het klinkt generalist een beetje, noemen. Ja, maar tegelijkertijd, en dat vind ik dan weer vrij arrogant, maar misschien terecht, zeg je... ik weet eigenlijk overal genoeg van en misschien wel meer dan dat, om te kunnen adviseren en executeren. Ja. Ja. Wat bedoel je daarmee? Precies wat er staat. Maakt niet uit waarover. Je hebt zoveel kennis op al die verschillende terreinen. Ja, nou ja, je moet je ook voorstellen dat behalve dat ik graag lees en op de hoogte blijf en altijd mijn research doe en ook zal blijven doen, dat ik inmiddels ook al 30, 35 jaar meega. Ik heb al heel wat mede gemaakt ook. Vanuit die brede basis kan ik me met ontzettend veel dingen bezighouden zonder dat ik onzin klap. Om is een Vlaams woord te gebruiken. Ja, mag tegenwoordig. Onzin klappen. Ja. Onzin klap. Ik denk dat een van de grootste feilen van ons onderwijssysteem van de afgelopen 40 jaar is dat mensen een onvoldoende brede basis meekrijgen. Ik noem nog maar even de 13 vakken van de HBS. Dat was niet voor niets. Toen wisten mensen gewoon van heel veel, net voldoende om zich te kunnen redden in de maatschappij. Nu krijg je een spelpakket mee als je lui bent. Mag je het zelf een beetje bepalen op het Montessori Lyceum. Dan kun je nog steeds niet spellen en rekenen. Ja. Maar om even weg te gaan bij jou als persoon. Je begon net met te zeggen dat een van de grote dingen die je hebt zien veranderen... is dat je vanuit Appelscha tegenwoordig een internationaal bedrijf kunt runnen. Kun je nog eens een paar andere dingen noemen die jou echt top of mind nu te binnen schieten... als je zegt van ja, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd die afgelopen 10 of 20 jaar? Hoe lang je daar terug wil kijken, dat maakt niet zoveel uit. Die je onmiddellijk te binnen schieten, wat je echt zegt van dat zijn de grote veranderingen die maken dat de tijdswaarde... Nou, de grootste versneller is de technologie zelf. Ik heb het over de digitale zone bij voorkeur in mijn werk. Dat is een geprogrammeerde zone. En daar waar we in 1994 nog elke regelcode zelf moest schrijven. Als je nu iets bedenkt, als wij zo meteen gaan zitten en we hebben een idee, en dat hebben we vast als we even de schouders eronder zetten, dan kan het vanavond al met wat veiligheidsspelden wellicht en een nietje, kan het al draaien omdat de code voorhanden is. Dat is de allergrootste versneller in het digitale zaken doen. Dus de democratisering van business. Iedereen met een idee kan het snel realiseren. Ja, als je niet bang bent voor technologie. Nee, je moet wel een WordPress-siteje durven opzetten en een URL-uitje claimen. Nou, en, dat. En je moet dat verstand van zaken hebben. Dat maakt dat je niet bevreesd bent om dingen te bedenken die er nog niet zijn. Mijn belangrijkste les in het managen van softwareontwikkeling is dat als ik kan bedenken dat het gemaakt kan worden, dat het ook gemaakt kan worden. Een developer zal wel altijd zeggen, het duurt heel lang en het kost heel veel. Maar dan zeg ik, het moet goedkoper en het moet sneller. En dan blijkt dat ook te kunnen. We hadden toevallig vanavond nog over een jongen waar ik graag mee werk. Die zo'n grote waarde was altijd als je aan die iets vraagt van, nou, ik denk eigenlijk dat het niet kan, maar wat denk jij? Ja. Dat is het beste altijd. Bij, nou, en dan zag je, dan gaat dat, weet je wel, maar dat is echt dus zo'n type die dan een paar uur later opbelt en dan heeft hij een proof of concept draaien. Ja, geweldig. Ja, geweldig. Maar goed, dus naast internationalisering, hè, dat was het eerste punt wat je feitelijk zei. Oh, je kan vanuit Appelscha een wereldbedrijf starten. De snelheid. De snelheid. De democratisering. Zijn er nog andere die het te binnen schieten? Nee, dit zijn de belangrijkste. Ja. Hey, als je naar nu kijkt, dat, hè, deze ontwikkelingen zijn ook nu heel erg aan de gang nog steeds. Hè. Ze zijn zeg maar, de afgelopen 20 jaar ingezet en zijn nu meer aanwezig dan ooit. Wat, als je naar nu kijkt, wat vind jij nu de belangrijkste ontwikkelingen die aan de gang zijn? Ik kan wel zeggen waar ik me zorgen over maak. Oh, dat is ook goed. Wat mij dwars zit of tegenvalt, is dat er zo weinig grote, allesomverduwende nieuwe ideeën zijn. Hoe lang is het alweer geleden dat Google begon of dat Spotify begon? Daar was ik bij overigens, als het ware, in Stockholm. Ja. Aan de andere kant, hoe lang is het geleden dat Uber begon? Hoe lang is het geleden dat Airbnb begon? Dat zijn toch iets recentere dan? Ja, maar dat zijn alleen maar variaties op dingen die al bestonden. Ja. Nieuwe, allesomvertuimelende topideeën. Misschien zijn ze op hoor, misschien hebben we gewoon met onze huidige breinen even het eind bereikt van wat ondernemende jonge mensen. Maar dit is Wij zijn al oud. Ja, maar goed, dit gaat dit stukje wat we hier op een zolderkamer kunnen bedenken. Ja, maar goed, oké, weet je wel, we hebben hier ook wel eens mensen als, die ken je ook, Jury van Geest. En dan gaat het over de singularity en dan gaat het over... En dan ga je naar zo'n evenement toe en dan gaat het bijvoorbeeld heel erg over de biotech. Misschien zit de vernieuwing wel in een andere wereld. Wij zitten, dus ik heb het over, misschien zitten wij wel meer in de communicatie, de samenwerking. Terwijl de vernieuwing misschien wel op heel andere gebieden plaatsvindt. Die iets meer buiten ons normale blikveld afspelen. Kan dat? Zit daar veel, want in die biotech-achtige wereld daar gaan ontwikkelingen enorm hard. Ja, en daar valt nog veel uit te vinden. Maar opnieuw gaat het daar om het transplanteren van bestaande dingen naar... Nou ja, jij zegt, weet je, 3D, als je eerst 3D-printing hebt en daarna zeg je, je kan organen ook printen, dan is dat eigenlijk geen radicale vernieuwing, maar dan is het eigenlijk hetzelfde, alleen in een andere wereld. Dan raak ik niet opgewonden. Nee, oké. Terwijl toen ik de eerste 3D-printing zag, raakte ik wel opgewonden. Ja. Ja, maar van die hele singularity approach, daar raak jij dus ook niet opgewonden van. In mijn idee bestaat dat uit... Dat kan te maken hebben met de Nederlandse vertegenwoordiger van de beweging, waar ik slecht naar kan luisteren en die ik al helemaal niet kan lezen, die veel onzin klapt. Als hij daartoe wordt uitgedaagd. Op zich de idee... Harde kritiek op Jury. Ja. Ik heb hem gisteren ook uitgezet, toevallig. Waarmee? Hoe zet je hem uit? Op Facebook. Oké. Al maar dat heel positieve praten over alle aspecten van de singularity movement, daar raak ik heel erg zenuwachtig van. Zoals ik ook... Ja, toch moet ik je hier wel even onderbreken. Want ik vind het altijd lastig als je zo harde kritiek uitoefent op iemand die natuurlijk er niet bij is. Want de man kan zichzelf... Breng ons een keer samen. Ja, dat lijkt me ook net zeggen. Dat moeten we eigenlijk doen. Dat wou ik net zeggen. Maar ik vind ook dat je daarin wel wat kort door de bocht gaat. En dan ga ik mezelf afvragen van, goh, weet je, word jij niet te oud? Dat je dit soort dingen vooral eng vindt en denkt van, nou, ik wil er eigenlijk niet zoveel meer mee te maken hebben. Want ik denk dat... wat Singularity natuurlijk vooral doet, is wat je aan het begin zei, van die ontzettend doorgespecialiseerde kokers die overal zijn, binnen de wetenschap, binnen de technologie, soms binnen bedrijven, om daar dwarsverbanden in aan te brengen en constateren dan dat dat soms accelereert. Mm-hmm. En ik zie daar echt wel dingen in die ontzettend snel gaan, doordat er een aantal generalisten zich gaan bemoeien met de specialisten. Ja, zie je vernieuwing? Ik zie door het combineren, misschien niet vernieuwing binnen de kokers. Nieuwe combinaties. Maar nieuwe combinaties ja, die accelereren en daardoor wel degelijk de wereld op zich Nieuwe combinaties zetten. Vormen een heel interessante niche, zeg maar, binnen het veld van de innovatie. Maar het is ook de sloomste soorten innovatie. Het zijn niet de uitvindingen, het zijn de nieuwe combinaties. Mm-hmm. Heel goed om dat te onderzoeken. Maar jij vindt zaken als... Ik raak er niet opgewonden van. Nee, dat begrijp ik. Nee, maar... Nee, okay, maar dan ga ik even terug naar wat anders. Want jij raakt er wel heel opgewonden van wat je toen noemde Web 2.0. Ja. Een jaar of 9 geleden. Daar heb je sites over volgeschreven. Ik kom bijna bij een soort totale indexering van alle websites die er bestonden op dat moment. Want ja. Web 2.0 was nogal breed. Ja. Waarom werd je daar dan wel opgewonden van? Omdat ik toen een vermoeden had, lang niet aan zekerheid grenzend, maar een vermoeden, een hoop, dat het zou leiden allemaal tot een betere samenleving. En dat is mijn grote deceptie. Hier klink ik als oude man en hier wil ik ook als oude man klinken. Dat is mijn deceptie van de afgelopen circa 10 jaar. Al die fijne dingen die het nieuwe web leek te beloven, monden nu uit in een riool en een stroom van kak en pies op het openbare net. En maar laten we even terug. Wat dreef jou ertoe om, als je het hebt over Web 2.0... misschien moeten we het nog even terughalen wat jij daar toen onder verstond. Dat was namelijk sites waarmee mensen op een nieuwe manier konden samenwerken en informatie konden delen, met als trefwoorden collectieve intelligentie, the wisdom of the crowd, community, collaboration, sharing, reviewing, ranking, rating, social, enabling, empowering. Nou, zijn dat mijn woorden? Nou, dat is... Met dank aan Bob Stumpel staat erbij. Het is Frank Watching die eigenlijk probeert... Bondig geformuleerd. Ja, het is Frank Watching die probeert samen... die jouw hersenen proberen samen te vatten. Vooral dat sharen en samenwerken. En dan klik ik op een van de thema's, namelijk Community 2.0. En dan heb je al... Nou, hoeveel zijn het? 300 verschillende sites heb jij daar al verzameld. Dat was waardevrij inventariseren. Hè, maar het was prachtig. Maar het is een super populaire wereldwijde site. Ja. Dat was de eerste die dat ik uit ging brengen. Ja. Want van die sites bestaan natuurlijk bijna niks meer. Nee. Hey, maar wat als we nou even terug gaan naar de belofte? Want ik begin een beetje te snappen van wat je net zei. Mag Erwin ook een keer vragen? Nou ja, straks. Jij relateert het ook wel aan maatschappelijke relevantie en doet het iets goeds. Is dat de kern van wat je eigenlijk bedoelt? Dat is altijd een grote drijfveer voor me geweest. Ja. En dat tekent ook de mate van mijn teleurstelling. Het is er niet van gekomen. Ja, maar dus daarom zeg ik, nog even terug naar het begin. Wat was voor jou de belofte? Dan gaan we daarna naar wat was de teleurstelling en wat ging er mis. Maar eerst nog even de belofte. Jij zei, dit hield de belofte in voor een betere wereld. Ja. En hoe had die wereld beter kunnen worden of moeten worden? Wat dacht je toen? Ik dacht vooral dat zonder remmingen kennis delen, dat zou leiden tot een singularity-achtige versnelling van innovatie. Niet alleen innovatie van technologie, maar ook van hoe we in de wereld met elkaar omgaan. En als je dan kijkt, hè, want je zegt oké, dat is het niet geworden. En als je dan nu eventjes met grote stappen terugkijkt, heeft de mens je teleurgesteld of heeft de techniek je teleurgesteld? Nou, ik denk dat alle mogelijkheden die we toen zagen, jij hoorde daar ook bij, dat die wel zijn gefaciliteerd en her en der nog steeds opgeld doen en tot mooie en goede dingen leiden, waar ik heel ongemakkelijk van ben, al een tijdje, is dat het ook tot zoveel shit leidt. Ja, en geef dan eens het meest prominente voorbeeld wat je te binnen schiet. Een voorbeeld waarin je heel teleurgesteld bent. Ik zal proberen het niet al te genuanceerd aan te duiden. Het ergste vind ik de commentaarkolommen van de mainstream media. Telegraafsite bijvoorbeeld. Maar ook de Volkskrant. Ja. De vuiligheid die je daar tegenkomt, dat is ongeveer het tegenovergestelde van wat ik ooit mede hoopte te bewerkstelligen toen ik propagandist werd van Web2O. Ja, je bedoelt het anoniem, totaal ongefundeerd, maar wat roepen. Ongefundeerd, racistisch, ja. Fascistisch. Ja. Dus niet alleen lelijk, niet alleen dom, niet alleen slecht gespeld, maar gevaarlijk. Maar is het ook niet, weet je, we hebben dat allemaal toegelaten. Toen ik verantwoordelijk was voor wat er bij de NOS gebeurde digitaal, heb ik gezegd, nou, dat gaan we helemaal niet doen. Reacties op artikelen. We are not interested in what you think, but we are interested in what you know. Mm-hmm. Dus wel kennis verzamelen, maar geen meningen. Is dat een oplossing voor dit soort dingen? Nou, ik denk dat een van de dingen die de mainstream media, volgens mij een van de grote schuldigen aan alle ellende waar we nu in zitten, of die we te tackelen hebben, dat de mainstream media, social media nooit begrepen hebben. En nooit gesnapt hebben welk beest. Wat hebben ze dan niet begrepen? Welk beest ze losliet. Nou, dat als je een kanaal openzet voor iedereen en voor elke mening, dat je dan ook de gekkies krijgt, maar ook de racisten en de fascisten. En dat je daar iets tegen moet doen. De CEO van Twitter heeft eerder deze week, misschien eind vorige week... heeft hij gezegd, we moeten iets gaan doen aan die vuiligheid. Dat had de lul in 2006 moeten doen. Dat had deel moeten uitmaken van het DNA van Twitter. Hetzelfde geldt voor nu de Volkskrant. Geen stijlnotenbenen. Laten we dan eens naar een oplossing kijken. Geen stijlnotenbenen. Ja? Een Julius Streicher-achtig kutmedium heeft wel altijd goed zitten moderaten. Ja, maar laten we eens naar de oplossing kijken. De mensen ik suggereer deel je kennis en niet je mening. Mm-hmm. Is dat een richting die jou aanspreekt? Ja. Ja. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Alles modereren? Ja, moderators opzetten. Ja. Of de community zelf laten moderaten. Hè? Dat gaat ook heel goed. Kijk naar Reddit. Ja. Maar daarom heb ik nog een andere theorie over dit verhaal. De mainstream media hebben eigenlijk altijd voor gekozen om zelf een verhaal te vertellen, een artikel te plaatsen en alles wat eronder gebeurt niet als van hunzelf te beschouwen. Ja, dat is de traditie, hoewel de Times, hè, de uitvinder van de Dear Sirs columns, hebben altijd die kolommen ook heel goed geredigeerd. En daarom zeg ik, weet je, als je het gevoel krijgt dat je mijn stelling is, waarom gaan mensen vaak ook ongenuanceerd tekeer tegen iets, omdat ze het gevoel hebben dat ze toch niet gehoord worden, dat er toch niet gereageerd wordt. Dus je hebt het gevoel, je zit eigenlijk gewoon in een lege omgeving bij het roepen, terwijl je eigenlijk reageert op een artikel. Je ziet nooit de schrijver van het artikel, kom je nooit tegen in de reacties eronder. Hè, dus voor mij is een artikel het begin van een gesprek. Als je het gevoel hebt dat het geen gesprek is, het enige wat je dan kan doen is Althans, de kans wordt groter dat je dan ongenuanceerder gaat roepen. Ik denk als de titels eerder ervoor gekozen hadden om het gesprek aan te gaan met hun lezers. Altijd moeilijker bij mainstream, denk ik, dan bij een niche waar je eigenlijk je publiek al uitkiest. Dat het anders is geweest. Want ik herinner mij ooit een interview wat ik met Marco Derks had. Dit is wel een lange vraag, dit, hè? Nee, we praten ook hier, Stekel. Ja. En ik moet al die tijd van jou nog goed maken. Nee, Marco Derks zei ooit tegen mij... Weet je, als je in een... Dit is van Marketing Facts, was hij destijds actief in. Hij zei, in de eerste 3 reacties kan je eigenlijk de toon nog beïnvloeden. Ja. Dus als mensen heel negatief beginnen en als de redactie dan reageert... Van of je zegt ergens, zo gaan we hier met elkaar om. En wat deed Marco dat goed in het begin? Die deden dat heel erg goed. Ja. En als je dat niet doet... Als je na 10 of 15 keer de toon gezet is, kan je hem eigenlijk niet meer draaien. Nee. En dat hebben de mensen in de media nooit gedaan. Nooit begrepen. Nee. Nou, jij zegt niet begrepen. Dat is nog wat anders dan niet gedaan. Ja, nou ja. Ik denk dat ze niet gedaan hebben. Ze zouden het inmiddels wel kunnen begrijpen. Maar ja, wat is hun prioriteit? Dat is toch een vertaalslag maken van hun oude businessmodel naar digitaal. Dus we willen eigenlijk alleen maar advertenties verkopen bij content. Ja. Hey Bob, maar als je nu kijkt, hè, is het niet. Ik snap je teleurstelling. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook heel veel voorbeelden waar deze dingen wel goed werken. Ja, er zijn, als ik wat minder mopperig ben, nog voldoende dingen die inspireren. Ik wilde je net vragen, we hebben nu een paar dingen gehad die diepe teleurstelling, zie ik echt. Waar word je nou heel blij van als je 10 jaar terugkijkt? Behalve dat je een Appelscha een wereldbedrijf kunt runnen. Waar ik blij van word is wat ik allemaal met mijn iPhone kan. Dat is gewoon niet alles wat erop kan, ja, maar gewoon wel het gemak en mijn vergroeidheid ermee. Dat je je computer in je zak hebt. Mijn embodiment. Hè? Mm-hmm. Wij hebben een keer tijdens een conference gevraagd, waar zou je eerder afstand van doen? Van het topje van je pink of van je mobile? Dat was in Zweden in 2005. En toen zei al de hele zaal, topje van mijn pink. Nou, daar kun je toch niks mee op een touchscreen. Nee. Dus, maakt het toch niet? Nee, maar het is wel tekenend. Nee, nou, maar dat is alleen maar waarder geworden. Ja, je noemt al een paar keer Zweden. Heb jij iets met Scandinavië, dat je dat al een paar keer... Nou ja, Result... Vraagt Johan Schaap trouwens hoor, ik heb de vraag niet zelf bedacht. Ja, nee, Result is ontstaan in Zweden. Ja. Het heeft een Zweedse oerfounder, Ola Alvarsson. En Zweden is voor mij altijd belangrijk geweest, ook in mijn reclametijd, als zeg maar benchmark market voor wat er in Nederland stond te gebeuren. Ze zijn net wat eerder met alles. Ja, hoe komt dat? Ook met slechte dingen. Ze letten wat beter op. Ze zijn nog wat internationaler dan wij. En ze hebben fantastische connecties met Londense City. Dus er is ook veel meer geld voor nieuwe dingen. Ja. Maar ze letten vooral beter op. Ze letten op, ja. En hoe doe je dat? Opletten, lezen? Beter onderwijssysteem helpt. Ja. Je wordt daar van oudsher, zelfs in socialistische tijden, werd je daar op school opgeleid voor ondernemen, niet voor werknemen. Die slag hebben we in Nederland ook nog steeds niet gemaakt. Nou, je kan toch niet alleen maar ondernemers hebben in je land? Nou, als het aan de PvdA ligt, dan worden we allemaal ZZP'er. Dus. Ja. We zijn al aardige onderweg. Zijn dat ondernemers, vind jij? Ben je dan per definitie ondernemer? Ja, er is echt geen fenomeen dat ik zo haat en dat me zo emotioneert, negatief, als het fenomeen ZZP'er en wat daar allemaal mee wordt uitgehaald in het Haagse. Ja. Ja, je bent wel een beetje een mopperstemming hierheen gekomen, hè? Nou ja, vanuit mijn generalisme heb ik overal verstand van. kan ik dus ook heel goed aanwijzen wat er allemaal niet deugt in. Ja, maar laat ik even door, want je zegt dat het hele ZZP-verhaal emotioneert je ook. Waarom is dat? Wat? Nou, omdat er wordt gedraaid en gekonkeld. Een van de rampen van de afgelopen 6 tot 8 jaar is de afbraak van al het mooie dat we hier in Nederland hadden opgebouwd. Het sociale stelsel, de rechtszekerheid, Niet alleen van ondernemers, maar vooral ook van werknemers. De zorg. Het wordt allemaal onder onze ogen afgebroken. En de afbraak verloopt hier nota bene, veel sneller dan in Amerika of het nu weer Thatcheristische Engeland. Het gaat hier ongelooflijk hard. Ja. Ook in de Nordics trouwens. 4 keer zo hard heeft een socioloog daar nageplozen als in Amerika. Wat al geen heilstaat is voor de gemiddelde werknemer. We zouden heel lang met deze man door kunnen praten, hè? Ja, maar dat gaan we een andere keer doen. Bob, even een vraag aan jou ook. Van of jij, want wij hebben zelf wel eens de rubriek, dat doen we ook bij South by Southwest. En dan zijn wij er samen met onder meer Michiel Buitelaar en Michiel Berger. Dan hebben we de rubriek Grumpy Old Man. Die rubriek willen we eigenlijk ook wel hier in Nederland weer gaan doen. Ja, wil jij daar mee zijn? Want dat is... Ja, nou dan gaan we dat in de ere herstellen. Doen? Nee, maar je kunt hem hier ook elke dinsdagavond in een balkonnetje zetten. Met een van die andere mannen. Ja, ja, dat is ook mooi. Voor wie overigens deze donderdag bij de social conference is. Dan spelen Stekel en ik die rol. Dus komende donderdag hebben wij die functie een hele dag lang. Ja, wij, dus dan wij moeten de hele dag op dat balkonnetje zitten. Heerlijk, en dan, heerlijk kanker. De mantel uitvegen. Dus dat gaan wij komen. De donderdag doen. Hey, super, en we gaan ook een keertje, want dat vind ik wel interessant, namelijk, bij ons is het natuurlijk een ding, ik vind het ook leuk om Jury en Van Geest en jou een keer over te horen. Ja, en vergeef me, dat realiseer ik me heel goed, de overheersend mopperige toon. Ik was er al een beetje bang voor toen ik hierheen kwam, dat dat eruit zou komen. Maar ik heb op dit moment echt heftige en ook emotionele problemen met hoe het gaat. Ik maak me grote zorgen over het land en ook over de digitale zone. Ja. Er gaan te veel dingen de verkeerde kant op. Nou, en ik vind toch wel, als iemand met jouw ervaring dat zegt, dat we dat ook heel serieus moeten nemen. Dus waarvan actie. Ja, nee, super dat je dat... want dit normaal gesproken zou je alweer een kwartier hierop door kunnen spreken. Maar we hebben nu net afgesproken dat we niet gaan doen. Maar een andere keer heel graag. Zal ik er anders een eind aan maken? Ja, dat is goed. Maar als jij dit was Bob Stumpel. Goedenavond.